je het leuk om mee te doen aan Biscuits? Ja, absoluut. En om op deze manier te leren, dus het is in plaats van alleen met theorie, heb je nu ook veel praktijk? Ja, ja absoluut, want de theorie en zo, daar zijn we niet zo'n held in. Dat gaat allemaal niet zo goed, maar hier wel in en dat is toch wel leuk. En denk je dat je door Biscuits ook meer interesse krijgt in de opleiding economie of bijvoorbeeld, of accountant wil worden? Ja. Ik ga als ik slag van VWO bedrijfskunde studeren hier in Rotterdam, dus dat is wel... Dat heeft wel meegewerkt. Hebben jullie een speciale tactiek? Nee. Gewoon, wat is de tactiek? Voorraad opbouwen en daarop verder bouwen. En jullie staan vanaf het begin af aan eigenlijk al op 1? Nou, eerst rond de tweede, maar nu 1. Ontzettend goed. En heel veel succes. Nog maar een paar rondes, dus misschien blijven jullie op 1 staan. Ik hoop het. Ja, dat hoop ik. Dankjewel. Oké. Wat vind je van deze dag in het algemeen gewoon? Ja, ik vind het wel, het is wel heel gezellig. Je kan gewoon lekker wat drinken. Je moet wel even wachten elke keer met je pauzes, maar dat is wel, het is wel leuk. En wat vind je van Biscuits eigenlijk? Want het is best nieuw, toch? Ja. Wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het echt een heel leerzaam programma. Je leert anders dan, zeg maar, het is tenminste niet de hele tijd uit je boek, maar je leert echt een beetje in praktijk brengen. Dus ik vind het wel leuk. En hebben jullie ook nog een speciale tactiek? Nou, eigenlijk, we zijn echt zo erin gegaan van gewoon logisch nadenken. Maar nu zijn we wel heel de tijd aan het doorrekenen en zo. Dus ja, maar we hebben niet echt een aparte tactiek of zo. Nou, kunnen jullie je voorstellen en vertellen welk team jullie zijn? Ja, wij zijn Tupolev. En wij komen uit België. Het enige Belgische team volgens mij, toch? Ja. En op welke plek staan jullie op dit moment? Netjes. Zo. Hoe vinden jullie het om met Biscuits te werken op school? Eén keer is iets anders. Ja. Het is geen theorie meer. Vinden jullie het leuk om praktisch bezig te zijn? Ja. Leuke afwisseling, zo in de les. Ja. Denken jullie dat door Biscuits dat je iets met economie wil gaan doen? Ja. 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 Het zet wel aan om verder te gaan. Hoe vind je het vandaag hier? Ik vind het eigenlijk leuker dan ik had verwacht. Ik dacht een World Trade Center saai met alleen maar computers. En nu kom ik hier met kleurtjes. En het ziet er allemaal heel erg leuk en verzorgd uit. Dus ik vind het erg leuk. Ja, je bent nu een paar rondes gehad. Hoe gaat het? Nee. Niet zo goed. Niet zo goed. Tegen de plek nu. Want we hadden te weinig machines. En we hebben nu heel veel van ingekocht. Dus ik hoop dat het beter gaat. En hoe denk je dat het komt dat het niet zo lekker loopt? Nou, ik denk ook dat het wel een kwestie van geluk is. In de eerste ronde hebben we gewoon rustig aangedaan met het geld. Omdat als... We hebben dus voor het volgende ronde veel geld over en dan hopen we dus veel te verkopen daarna. Denk je dat je door Blitzke bijvoorbeeld meer interesse krijgt in economie te gaan studeren misschien? Ene kant wel, andere kant niet. Aan de ene kant, je komt er nou mee in aanraking, je weet hoe het gaat een beetje. Kijk, en als je het in de boeken leest is het natuurlijk zo, dat is alleen maar theorie en dat was het. En als je het zo doet is het wel leuker natuurlijk en je ziet de resultaten ook. Nou, hoe vind je het om Biscuits in je programma op school te hebben? Oh, heel leuk. Ja? Ja. Ja, veel leuker dan van die theoretische stof en zo. Dit is ook meer praktisch en het is wel leuker. Denk je dat je hierdoor later misschien economie wil gaan studeren? Ja, interesse? Ja, denk ik wel. Maar ik was al zoiets ook wel van plan, maar ja, met dit stimuleer je daar wel. Maar ja, ik denk dat ik die richting ook wel op wil. Hoe is de eerste ronde gegaan? Ik denk dat het wel goed ging, ja. Ons gevoel ging het denk ik wel goed. Ja. Dus jullie denken dat jullie een goede kans maken om die iPods te gaan winnen? Of? Ja, dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ja. Een speciale tactiek? We beginnen laag en dan gaan we hoger. Ja, de voorrondes, die hebben jullie allemaal gedaan. Hoe gingen die? Had je een goed gevoel over elke keer als je het gedaan had? Ja, we stonden wel telkens gewoon een groot verschil eerste, dus het ging wel goed. De tactiek is ook veranderd sinds... Nee, het is wel ongeveer hetzelfde tegen. Hoe vind je Biscuits? Ja, ik vind het echt leuk. Ja, ook omdat ik natuurlijk zelf geïnteresseerd ben in het vak. En ik doe zelf boekhouder en ik vind het echt leuk. Ja. Nou, jullie krijgen het op school natuurlijk. Denk je dat het een goede meerwaarde is eigenlijk voor de les? Ja, zeker weten. Je kan zelf bepalen wat je doet. En zo kan je ook je resultaten zien als je een lage verkoopprijs hebt, wat je bevordert en dat soort dingen. Ja, vind ik echt... Steken jullie er veel tijd in ook? Wij hebben zelfs ingeroosterd in ons lesprogramma. Zit gemiddeld 2 uur per week zit er ingeroosterd om eraan te werken.
Dus dat is wel leuk. En heb je ook nog een speciale tactiek voor vandaag? Nou, we hadden een tactiek, maar ja, we staan nu 10e. Dus die tactiek hebben we maar even laten vallen. We zijn weer opnieuw begonnen. Ben je nu ook een beetje aan het wijzigen dan? Ja, ik ben nu zelf aan begonnen en we gaan straks maar kijken wat er van komt. Okay, maar jullie hebben het wel naar je zin hier? Ja, dat is eigenlijk de grootste... Bij de beste 10 van Nederland, dus dat... Ja, inderdaad, want er zijn ongeveer 6500 kinderen hebben er meegedaan. Ja, daarom. Dus nou, en, in ieder geval trots zijn dat we hier staan vandaag. Ja. Denk je dat je dus ook verder wil met economie bijvoorbeeld? Ja, zeker weten, ja. Ik ga nu boekhouder afmaken en daarna misschien nog accountantopleiding doen. Maar moet even kijken of dat allemaal gaat lukken. Nou ja, ik wens je ontzettend veel succes, ja, en om nog een stukje hoger te komen. Ja, dankjewel.